Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 49. 49. Ja, en dan weet ik niet, Karan of zoiets, maar dat ben me daar niet op vast. Ja, een heleboel nieuwe spullen weer. En die gaan we jou laten zien. En ik zie dat Leon al iets klaar heeft liggen zelfs. Zeker weten. Ik heb hier namelijk 3 kaarten, zoals je kunt zien. Mm-hmm. Laatst kwam iemand naar me toe, die zei tegen mij, kan je een gokspelletje laten zien? Ik zeg dat kan, maar elke keer als je het fout hebt, dan kost het je 1 euro. En als je het goed hebt, dan win je 1 euro. Nou. Dus als je geluk hebt. Ik doe mee. Dan win je. En als ik geluk heb, dan. Dus ik heb hier 3 kaarten. Mm-hmm. Ik heb hier, als het goed is, een blauwe ruit. Ja. Oh, nog een blauwe ruit. Ja. En een rode. Ja. Dus ik zeg tegen die man, volg de rode ruit. Dus ik deed die rode ruit zo. Dat is makkelijk, maar er is er maar eentje van. Ja, die ging onderop, ja. Ja. Dus ik zeg tegen hem, waar is die rode ruit? Toen zegt hij tegen mij, die zit onderop. Ik zeg, dat is de blauwe ruit. Ik zeg, dat kost je 1000 euro. Dan ligt hij bovenop, zei hij tegen mij. Ik zeg, nee, dat kost dan 2 euro nou. In het midden dan? Dan moet hij in het midden zetten. Ik zeg, dat is dan 3 euro. Ja, maar je hebt helemaal geen rode ruit, zei hij tegen mij. Ik zeg, dat is dan 4 euro. Dus dat schoot lekker binnen, hè. Dus ik zeg tegen hem, maar dan ligt die blauwe bovenop, zegt hij tegen mij. De rode waarschijnlijk, ja, denk ik, ja. Ja, de rode. Maar die blauwe, ja, nee, ook niet. Ja, klopt, ik zei het blauwe, ja, ja. Maar dan zit hij dus in het midden. Dus dan zitten we al op 6 euro. En dan zegt hij tegen mij, meneer, volgens mij heb je een extra kaart. Ik zeg, dat is niet zo. Dat is dan 7 euro. Dus ik zeg tegen hem, weet je wat, we spelen kiet of dubbel. Ik heb hier 3 kaarten. Als je raadt wat de laatste kaart is, dan krijg jij, of hoef je mij niks te betalen. Dus ik laat het hem zien. Ik zeg, ik heb hier een blauwe en hier een rode. En als je raadt wat voor kaart dit is, ik denk dat dat dan hoef je niks of aan. Een rode of een blauwe is, of een hele speciale die van kleur kan veranderen. Maar dat zou ik niet weten anders. Eigenlijk heb je het ook een beetje goed, want de achterkant is blauw. Ja. Maar het kost je 14 euro. Nou. En dit is de Collermonte. En de Collermonte kost 7,95. In euroversie. In euro niet te verwarren, maar het is ook een dollarversie, maar het is niet zo mooi. We hebben hier euroversies mooi gemaakt, allemaal glimmende opdrukken. En super makkelijk. En komt met een online instructie. Online instructievideo. Na het maken van deze update maken we even een online, inderdaad, maak Leon een online instructievideo waarin je exact leert wat je moet doen. Ja, het is heel gemakkelijk. Het zijn telkens dezelfde handelingen. En het komt neer op je praatje, dat is meestal trouwens belangrijk. Dat maakt het entertainment, want de handelingen zijn super simpel, toch? Ja. Collermonte euro. Collermonte. Meer hoeven we niet daarvan te maken. Ja, een heel nieuw boek van J.C. Sum. The Showbiz Master Plan. J.C. Sum, een paar jaar geleden ook in de winkel, met toen zijn Magic Baby Ning. Zou ik niet goed snel vergeten. Die kon iedereen afleiden zonder überhaupt de handen te hoeven bewegen. Ja, heel veel goochelaars lezen goochelboeken. En daarmee bedoel ik lezen boeken met trucs erin. Geweldig natuurlijk. Maar vergeet niet dat als je echt goochelaar wil worden, dat daar ook heel veel marketing bij komt kijken. En je kan een hele goede goochelaar zijn, maar als niemand weet dat jij er bent, en als je zelf niet weet hoe je klanten kunt benaderen, hoe je klanten voor je kunt winnen, hoe je de prijs van boekingen sterk omhoog kunt gooien, hoe jij, ondanks dat de mensen in jouw omgeving lagere prijzen vragen, toch de optredens kunt krijgen die normaal hun hebben, maar dan voor jouw eigen gage. Al dat soort dingen beschrijft J.C. Sum, ik dacht in 225 pagina's, zoiets. Ja, 250 pagina's in dit boek. Nou, hij is natuurlijk iemand, een van de grootste illusionisten in Azië. Dat vertelde hij toen ook. En ik weet het, dus iets wat me bijgebleven is, dat ze toen ook vertelde van, ja, ik zeg nou, hoe zijn jullie hier gekomen met de auto? En niet vanuit Korea, maar vanaf het vliegveld waar ze geland waren. En toen vertelde hij het verhaal, ja, we zijn geland en ik dacht dat toen sex car rental was bijvoorbeeld. Ze meldden zich daar in de balie en ze zeiden, wij zijn die en die. En in het, Azië, overal waar we willen rijden, krijgen wij de auto's gesponsord. Mensen gingen bellen en ze kregen sleuteltjes, auto meenemen, werd gesponsord. Hun kleding, allemaal gesponsord. Hun make-up, allemaal gesponsord. Dus om een idee te geven, je kan je laten betalen om bekend te zijn, zeg maar. En dat was wat hen bijvoorbeeld deden. Dus een klein dingetje eruit wat ik onthouden heb, wat ik toen bijzonder vind, omdat ik dat nog niet eerder had gehoord. En dat zijn allemaal dingen. Je hoeft het niet je laten betalen, maar als jij echt bekend aan het worden bent, dat waren hun daar echt heel erg met z'n tweeën, dan kun je dat soort dingen, ja, dan kun je daarvan profiteren. Je bent gek als je het niet doet. Maar goed, dit boek gaat daar misschien ook over, ik heb het niet helemaal gelezen, maar voornamelijk over hoe je de normale
marketing en commerciële zaken kunt aanpakken. Ook hoe je eigen merk kunt opbouwen, dus hoe je zelf een eigen, hoe moet ik dit zeggen? Dat mensen zeggen, ik moet in ieder geval René hebben, want hij doet dit en dit en hij is daar goed in. En niet, ik moet een goochelaar hebben, want die kan trucjes laten zien, want dan kunnen ze iedereen boeken. Ja, dat eigenlijk. Hij heeft trouwens ook meer mooie boeken, over bouwen van illusies. Ja, ook dat. Ik kan het ook nog een keer bespreken. Hij heeft heel veel Urban Illusions, Illusionary Departures, allerlei boeken met zeer... allemaal op computer uitgewerkt, ook echt goed. Niet schetjes of zo. Heel goed. De Showbiz Masterplan boek kost €65. Maar staat dus boordevol informatie. Ik denk dat als er een boek is waar je het rendement zo uit kunt halen, dat dit is. En nogmaals, hij is nog steeds illusionist. Ga maar zoeken op JC Sam op YouTube. Je zult heel veel filmpjes vinden. Maar dit boek is gewoon van toepassing op alle artiesten. Of jij nou... aan touwen hangt, of acrobaat bent, jongleur, buikspreker. Het is een marketingachtig plan. Dus voor iedereen geschikt. Showbiz Masterplan. Ja, René. Ja? Ik heb nog wat meegenomen. Ik heb hier een balletje en een bekertje, dat zou ik het even willen controleren. Oké. Ja, mooiste. Als we de bal namelijk in de beker doen, dan vraag ik zo aan jou waar de bal is. Zit de bal in de beker of in mijn hand? Ja? Uh-huh. Ja, dat. Waar is de bal? Ik denk in jouw hand. Zie je? Klopt, hè? Ja, heb je goed. Ja. Maar weet je wat, René? Omdat je het nou weet, gaan we zo meteen opnieuw beginnen. We hebben hier de bal. Het mooiste is als ik de bal namelijk in mijn broek doe. Ja, daar zit hij. En ik knip met mijn vingers, dan zou ik niet geloven, want kijk, dan komt de bal terug onder de beker. Kijk, en we hebben het al vaak over chopcups gehad hier. Maar het belangrijkste is, we hebben namelijk iets nieuws en dat zijn deze baseballen. Oh! En die kosten €15 per stuk. En per twee €30 dan. Oké. Mooi. Ja, dit is inderdaad in de serie van de Leo Smetsers. Exact van dezelfde maker die de kleine balletjes maakt. Heeft nu ook de grote ballen. Inderdaad, ja. We kunnen er heel veel over vertellen, maar het zijn dezelfde, volgens mij dezelfde. Ze zijn ook stuiterballen, dus stevig, geen pitvulling of zo. Mm-hmm. En zijn, deze worden speciaal gemaakt voor de goochelarij. Dus niet balletjes uit de speelgoedwinkel die hiervoor gebruikt worden. Ze zijn echt leren balletjes, echt met de hand compleet gestikt. En je kan natuurlijk ook de gewone bekerspel gebruiken. Dan heb je er 3 nodig als je op het einde de final wil maken. Of 4, maar dan moet je, ja, kan ook. Ja, in principe kan alles. Je kan ook 6, 9, 12, je kan oneindig doorgaan. Maar het mooiste van die ballen vind ik, die hebben ook een mooi gewicht. Bijvoorbeeld de wandspin van Hatching van Devonan. Mm-hmm. Dus ik vind ze wel fijn. Oké, okay, ja. Nou, Final Load Balls. Final Load Baseballs. De kleine balletjes hebben we overigens ook. Uit mijn hoofd even, die hebben we niet. Wij volgens mij, ik dacht 27,50 per setje. Dan heb dat je één speciale, één normale. En beker chopcups hebben we in alle soorten maten. Check even de categorie close-up. Cups en balls. En dan heb je chopcups, gewone bekers, daar heb je alle categorieën. Je hebt ook een categorie balletjes, daar staan alle soorten balletjes in die we hebben. Want deze hebben we ook weer een klein in geel, blauw en wit. En de grote zijn er enkel in wit. Alright. Doe jij veel kaarttrucs? Best wel. Ik kan wel veel met kaarten, maar het liefst... Ja? Ja, ja, ook kaarten. Ja. Ook kaart, oké. Ook munten liefst eigenlijk. Oké. Ik heb altijd moeite met de kaarten uit het doosje halen. Daar heb ik wel moeite mee. Dus ik heb bedacht, wat ik nou dit doe. Zie, en je kunt de kaarten gewoon meteen uit het doosje halen. Dat het kaartendoosje compleet, zeg maar, weg is. Dat is neon. Neon, net hoe je het uitspreekt. Ik zal laten zien, neon. Bij, een leuke naam, Riskinanda. Dat is geen Nederlander in ieder geval. Heel nieuw. Mark heeft gisteren de gimmick daarvoor gemaakt. Jawel, je moet het zelf maken. Tot grote ergernis vind ik van mijzelf onder andere. Want waarom maken ze het niet gewoon klaar? Het is niet onmogelijk om te maken. Sterker nog, het is op zich makkelijk om te maken. Maar waarom krijg je zo'n mooi doosje en zit er niet een kant-en-klare gimmick in? Desalniettemin, moeilijk woord. De truc is prima.
Maar ja, het zou gewoon klaar kunnen zijn. Je krijgt alles wat je nodig hebt hoor, behalve je hebt je eigen kaartspel nodig. Maar ja, truc geweldig. Alleen nadeel, je moet hem zelf maken. Hij kost 39 euro. Hij kost 39 euro en je krijgt dus alle gimmicks, zoals ze dat noemen. Dus niet een gimmick, maar de gimmicks. Ja, om je gimmick te maken, zeg maar. En een online instructievideo. Ja, nogmaals, op deze ook oefenen. En hij wordt mooier en beter en noem maar op. Maar de basis is dat het kaartendoosje van je kaartspel verdwijnt. Neon. Meer zullen we niet over vertellen, want ja, ik zou niet weten wat ik over moet zeggen. Hadden wij niet ook ergens een nieuw kaartspel? Weet je dat? Weet je niet? Tadaa. Ja. Ik zal hem even openmaken. Dit is het... Mandala's deck. Zet er niks meer in. Mandala. Weet je wat mandala is? Ja. Ken je mandala? Maar gewoon mandala. Allemaal die cirkeltjes die je zo tegen ze in figuren maakt, weet je wel? Dat ken je niet? Oh. Het zijn best wel mooie kaarten. Hier hebben we de jokers, de azen, 2, 3. Ik zal ze even zo laten zien. Dan kan iedereen ook zien hoe de kaarten er eigenlijk allemaal uitzien. Ze zijn een beetje donkerder. Ja, rood is dus wat... Want deze zijn hem. Ja, het is bijna tegen het echt heel donkerrood aan. Hè? En dan zit er ziek. Oh, dubbel bekker, wat hebben we? Ja, ja. En een plank. De mandala's design zie ik ook terug in de rugzijde. Het mandala's dat het patroon zeg maar, op de rugzijde staat. Ja, eigenlijk hele... stijlvolle kaarten. Voor de rest geen truc ingebouwd of zo, maar het zijn allemaal stijlvolle kaarten. Ik had natuurlijk wel deze dan en blank face. Mooi doosje ook. Mooi doosje ook. Mooie prijs ook. Ja, 9,95. 9,95. Mandala's deck. Mooi. Nou, waren wij afgelopen weekend in Vilvoorde. Dat is trouwens heel gezellig daar. En daar hadden we een speciale aanbieding. En we hebben laatst ook een beetje een aanbieding gehad. Maar ik zal even uitleggen waarom. Bij Decibel, toen het uitkwam, was het heel populair. We hebben er echt na onze update ook heel veel verkocht. We hebben toen meteen nieuwe besteld. Die waren even niet leverbaar. En die hebben we daarna wel alsnog gekregen. Een heleboel. Als iets een hype is, verkoopt het heel snel. Nu verkoopt het minder snel. Nou, we hebben een toren, zeg maar. Of twee, misschien maar echt een heleboel Decibel liggen. En wij zijn de decibel liever nu kwijt dan over 5 jaar. Daar kun jij van profiteren. Want afgelopen zondag verkochten wij de decibel voor €99,95. Dat is echt 50 euro minder. Want normaal kost hij €149. Nou, de decibel. Check even onze vorige update. Mocht je reserve willen hebben. Ja, mocht je reserve. Dan kocht die mensen die kocht gewoon een reserve. Zeggen, oh, echt waar? Ja, ik koop reserve. Nou, decibel. Prijs je erop maar €149. Via de site nu, een week lang, of tot ze op zijn, dat kan ook gebeuren namelijk, €99,95. Er is dus niks mis met deze dingen. Sterker nog, in de tijd, sinds dat we dat in de update gedaan hebben, is er inmiddels ook de Decibel app uitgekomen. De app moet je wel kopen, volgens mij $15,99. En met de app kun je eigenlijk de hele act alleen doen. Dat houdt in. De andere versie kun je ook alleen doen met een force. Maar is ideaal als je een helper hebt. Met de app kun je het hele proces alleen doen. En kun je een willekeurige genoemde song laten afspelen op een geleend paar oortelefoontjes. Want dat is het basisidee van Decibel. Dus nog een reden om deze aan te schaffen. Hè? Die app is er ook nog. Het zit dus niet bij de prijs in. $15,99 extra. Maar goed, met €50 korting die je krijgt kun je en de app kopen. En heb je nog €35 om bijvoorbeeld Nederland te kopen of zo. Of, wat dacht je ervan als je dit bijvoorbeeld zou pakken? Nou, dit is een wit blokje. Dan denk je, ja, leuk en aardig. Hoe zullen we dit uitleggen? Want het is dus, zonde om het te verklappen. Het is een, maar, misschien kun je vertellen dat het een bestaand principe is. Ja, het is een bestaand principe. En dit zijn Sven pads, S-V-E-N pads. De eerste vier letters, als je dat woord kent, het komt overeen met een bepaald kaartspel. En daarmee kun je dan zelf, zeg je, en? Persoon. Ja, over persoon ook, maar dat wordt een ingewikkeld verhaal. En dat is echt eigenlijk wat je hiermee kunt. Ze zijn professioneel gemaakt, echt professioneel gemaakt. Het ziet eruit als gewone blokjes. Nou, dit is de pocket versie. Ik zal de prijs ook even noemen, ik moet allemaal spieken. Per 2 krijg je deze €49,95. We hebben een Cod versie. Cod. Dat is een Amerikaans merk. Dat ziet er gewoon uit als een ding. En een ringbandje. Gelineerde blaadjes. Dat ga ik eerst laten zien.
Die eerste vier. Dan kunnen we niet demonstreren. Ja, dat ga ik zo meteen laten zien. Maar ik was nu beter en laat ik meteen de soort zien. De kort hebben we met een gele kaf en een rode kaf. €27,50. Elke Svenpad komt met online video-instructies trouwens. We hebben... Dit is ook een hele gave. Dat is de Triple Memo. Dus dan kun je... Heb je een hele grote gekleurde blok. Maar je kunt je voorstellen, je hebt drie kleuren. Dus stel dat je die blok door het publiek geeft. En je zegt tegen één iemand... We hebben hier allerlei, ik noem iets, filmnamen, getallen, namen van mensen, wat dan ook in staan. En je zegt tegen één toeschouwer, pak een naam uit het roze blok, twee toeschouwers pak een naam uit het gele blok en een derde uit het blauwe blok. Dan weten we zeker dat jullie niet dezelfde namen kiezen. Dat is je excuus. En dan weet jij exact vervolgens wat iemand vertelt. Dus dit zijn... dingen om informatie door te spelen aan toeschouwers. We hebben ook de stage size. Zijn normaal per twee, maar wij hebben ze uit elkaar gehaald. Die krijgt er één voor €35 in plaats van twee voor €69. Dus dat is vriendelijker, zeg maar. Voor dat alles raden ze aan om een pen te gebruiken die niet doordrukt en snel droogt. Nou, de makers hiervan, Bradbury, adviseert de Energel. Pen ervoor hebben ook €3,95. En je hebt deze. Nou, dit zijn wel de meest onschuldige eigenlijk. Dit is de... Dus hier zijn allemaal getallen ingezet, zie. Allerlei getallen staan erin. 37, 32, 68. Nou, allemaal verschillende getallen. Dit lijkt op een gewoon 3M blokje. Leon, zou jij dat op je hand willen leggen? Ja. Mag je je andere hand bovenop leggen. Met je duim ergens tussen het blok of het blaadje optillen. En dan even spieken we het getal. Je laat het ook even boven aan de camera zien. Ik zal niet kijken. Heb je dat gedaan? Mag je het dichtmaken? Ik kan hem even wat hoger houden, dan kunnen ze het beter doen. Ja, mag je dichtmaken? Ja. Denk aan het getal. Ik wil niks zien. We hebben ook niks afgesproken. Je hebt het willekeurig gedaan, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Kun jij tellen even tot 10, hardop. 1, 2, 3. 1, 2, oh, dan komt 3, hè? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 4 begon je te lachen. Ik weet niet of dat bewust is, maar ik heb het idee dat iets mee te maken. Oké. Okay. Heb je een getal? Ja, je hebt een getal boven de 10. Dat in ieder geval. Dus dan gaan we weer verder. Doe nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, wacht. 10, 20, 30 doe maar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ik zag bij de 40 al in je ogen. Dus ik zou zeggen 40, maar dat net. 4 heb je, moest je lachen. Dus de 4 is van de 40. Oké. Okay. Nog één keer 1 tot en met 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Goeie. 7, 7. Dat is een signaal. Ik zou zeggen, je hebt een 4, 47? Dat klopt. 47. Nou. Svenpad. Je hebt allemaal getallen, onder 47 ook. Je krijgt de blokjes dus leeg. Nou, voor het idee, dit zijn de Sven Notes. Per 3 stuks, dit is maar eentje, maar je krijgt er 3 in één pakje. En per 3 kosten ze, ik moet even spieken, we zijn zoveel dingen hebben opstaan, €42,50 per 3. Overigens, deze kost ook €42,50, de Triple Bank, dat heb ik ook nog niet opgenoemd. Ja, nou, waarom ik terugkom op afgelopen zondag, daar hadden we ze ook bij ons. En we hebben er heel veel verkocht, met ze allemaal diep onder de indruk. Waarom ook nog? We gaan alles kruislinks doen vandaag. Omdat wij één van de Svenpads gebruikten met allemaal artiesten erin. Michael Jackson, Adele, bla 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 bla. Mensen mochten er eentje uit kiezen. We leenden hun oortelefoontjes en dan mochten we op hun oortelefoontjes luisteren. En hoorden dan de artiesten die ze uitgekozen hadden. Met decibel. Dus dat was ook een manier om decibel te doen. Je mag zelf even dan de werking bepalen, maar je kunt je wel voorstellen wat we daarmee bedoelen. Om het niet meteen openlijk te gooien. Dus dat kan ook. Dus je kunt eenmalig de Svenpads beschrijven. Dat is natuurlijk wel zo. Je kunt ze niet wissen. Alhoewel ze laat iemand. Maar wat als ik wat potlood doe? Ja, ik zeg, dat weet ik niet. Maar als je het goed kunt uitgummen, dan zou je dat nieuw kunnen doen. Al is dat wel een kawaii. Dus allerlei Svenpads. Allemaal met online video instructies. En, nou, die weet ook nog, de decibel voor €99,95. Voor één week. Dus even kijken, vandaag is het. We zijn eerder aan het opnemen deze keer. 14 tot 21 oktober is dan dit een aanbieding. €99,95. Oké. Hebben wij nog iets? Ja, ik zag toch wel een heel mooi effect laatst met een sleutel. Ik ben even de camera kijken of die aan staat. Met een sleutel. Oh, je hebt sleutels. Met een sleutel, ja. Ja? Ik heb ergens een. Oeh, dan valt hij. Een rubberband, een normaal elastiekje. Ik ga sleutels laten.
klassiekje. Mm-hmm. En het mooiste is, als je je goed concentreert, dan kun je er zo... Nee! Ja. En het mooiste is, als je zou willen, kun je hem ook nog loshalen. Wat? Oké. Okay. Visueel, super visueel. Maar waar heb ik misschien ook een plan? Wacht even. Stel voor, je pakt een servetje. Zo. Waar zou ik dat zien? Ik ga een switchen ook. Ring, mijn ring. Voor alle duidelijkheid, die ring kan niet over de sleutel heen ergens. Ver, hè? Prik hier een klein gaatje in. Zo. Dan denk ik natuurlijk, hij heeft iets gedaan. Dan gaan we zo meteen laten zien dat niet zo is. Even zelf vasthouden. Kijk, het is, ik zal laten zien ook. Super fair. Ren kan er niet overheen. Leon, wacht. Hou vast. Kijk, want ik ga met mijn hand ga ik onder het servet. En ik haal de ring eruit. Sterker nog. Ik zal laten zien ook. Trouwens. Draait het draaien even om. Laten we zien de sleutel. Kijk, oké. Okay. Draai hem even terug. Ga met de ring onder de sleutel. Onder de sleutel, onder het servet. En dan gebeurt het volgende. Dan hangt de ring aan het servet. En voor u deed is echt leeg. En de enige manier om die af te krijgen... Hou je handen open, Leon, allebei? Allebei? Een kommetje maken, zeg maar. Oh, is om de ring er af te slaan. Ik zou zeggen, zet hem terug in je sleutelbos, waar je hem kwijtraakt. Is wel, Je kan hier dus allerlei dingen mee doen. De key is een heel gaaf dingetje. Handgemaakt, veel werk om te maken. We hebben serieus jaren eigenlijk geprobeerd het item te krijgen. En we hebben er nu een beperkt aantal. Want ze kunnen echt maar een beperkt aantal leveren. Het gave is, draag hem gewoon aan je sleutelbos bij je. Mensen mogen dit gewoon... checken. Nou, we hebben deze sleutelbos standaard in de winkel liggen. Daar zit bijvoorbeeld de partje ook aan. Heeft niks met de truc te maken. Maar het geeft je wel een ideale manier. Stel voor je stopt na deze truc dit in je zak. Dan ben je meteen klaar voor de partje. De partje is een ring flight effect. De key. Ja, echt nogmaals. Super goed gemaakt. Let op. Er zijn Chinese versies in omloop. Die zijn zelfs van de markt gehaald door de Chinezen. Omdat het echt niet werkt. Dit is de enige originele, professionele versie. Kost €85 met online video-instructies. Ja, daar moet ik meer over vertellen. Grijp die kans, want het is een... mooi ding. Een heel mooi ding. En waarschijnlijk hebben we hem maar af en toe en in beperkte aantallen. De key. Nou, ik check heel snel het lijstje. Maar volgens mij hebben we gewoon alles gehad. We zitten nog niet eens lang. We hebben alles gehad. Wij kunnen er echt goed. Ja, zaterdag, morgen dus, ben ik in Zwolle. Op de Magic Surprise Day. Samen met Wessel Kortica komt een dagje helpen. Dus als je nog dingetjes hebt die je moet mogen meenemen, laat even weten. Wel graag vandaag nog. Want we vertrekken, of ik vertrek zaterdags op tijd. De dealerstands zijn open van 10 tot 3. Rond 3 uur zal daar de afsluitende show ook beginnen. En daarna is het klaar. Ik geloof dat het gebouw om 5 of 6 uur moet leeg zijn vanwege het feest nog in de avond. Dat is dus in Zwolle bij gokkelclub Aladdin. Check voor alle informatie even de pagina van denmu.nl. Daar kun je bij de agenda exact zien waar het te doen is en wat er precies te doen is. Ik ben even aan het denken of ik nog iets geks vergeet. Ja, ik ben ook aan het denken, want het is wel erg snel gegaan, maar ik zie verder niks. Nee, ja, we hebben natuurlijk al meer dingen, maar dit is even wat we wilden laten zien. Ik kan zo ook even niks bedenken. Ik kan alleen maar zeggen, tot over een week of twee, of eerder nog in de winkel, telefoon, mail, wat dan ook. Over 2 weken zijn we er weer met een update. Doei doei!